Cadeautjes goed klaarleggen. Enkel jaar helaas in kerstbakpapier, maar ik had niks anders. Ik hoop dat het te lezen is voor jullie. En ik vind het ook nog vrij recht zitten. En dan gaan we hem verder op pimpen. Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag en we leven op 13 mei. Gelukkig is het geen vrijdag voor de bijgelovigen. Ja, want dan hadden ze allemaal ongelukken. Maar het doet er niet toe. Het is 9 uur 59, bijna 10 uur. Dus ik ben lekker bij tijd eruit. Maar ja, Rebecca die komt ook rond een uur of 11 en ik wil voor die tijd wel met Rijke hebben gelopen, et cetera. Ja, en nog een bakje koffie gehad te hebben en een broodje. Dus ja, ik ga de cadeautjes goed klaarleggen. Enkel jaar helaas in kerstbakpapier, maar ik had niks anders. Maar het legt er netjes. En ja, ze zit toch altijd op die stoel en ik zit altijd dan nog zo erbij gedraaid. Nou, en dan die tafel is 1,90 breed, dus ja, we zitten meer dan 1,5 meter uit elkaar. Ja, nou ja, dan zit ze niet stijf tegen die tafel aan, dus ook nog een stuk naar achter, dus dat is dan weer veel langer, ja toch? Dus we zitten uitgebreid uit elkaar vandaan en kan allemaal. En ik hoop dat ze er blij mee is. Ik heb er nog een kaart erbij gevonden en even geschreven. Het is in principe wel een kinderkaart, maar kinderpret niet drukken. Het is voor een verjaardag, toch? Ja, en mijn horloge die zegt piep, 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 piep. Het is 10 uur. En, dus, en de klok die zegt het ook. Dus, ja, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is hier alweer van het vreemde weer. Dan weer zon, dan weer bewolking, dan weer regen, dan weer dit, dan weer dat. En het waait nog steeds pittig. Niet zo hard meer dan het van de week deed, maar het waait toch nog wel pittig. Dat je toch ook nog een winterjas nodig hebt, want het is ook niet warm te noemen. Nee. Dus ja, ik heb ook de huisarts heb ik weer gebeld. De assistent aan de telefoon gehad om een medicijnen te bestellen voor mijn cholesterol. Dus dat komt ook wel goed. Dat lag net 2 werkdagen klaar. Nou, het wordt altijd gebracht, dus daar zit ik niet over in. En dus dat wordt dan vrijdag gebracht. Nou, vrijdag komt Rebecca ook weer. Dus ja, moet ik er toch ook weer betijds eruit. Wat zit je nou weer te doen? Jij gaat zelf weer te bijten en je joekte. Dan moet je bijten, hè? Ja, wij krabben ons, jij bijt je. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. En ja, ik blijf met dit weer niet, ga ik niet echt de hort op of wat dan ook, hoor. Nee, want zo is het mooi weer en zo krijg je een bak water over je heen. Nee, dat hoeft voor mij niet. Nee, maar ik ben wel van plan om thuis eventjes eindelijk te proberen Frodo zijn urentje klaar te krijgen. Ja, die moet nog steeds oppimpen. En dan wil ik ook die van Arwen even weer maken. Maar dan moet ik eventjes weer op zoek ernaar, want ik had het ergens neergelegd en ik weet niet waar. Dus ja, te ver opgeruimd, maar ook dat komt wel weer goed. En als ik de boel gevonden heb, dan laat ik het jullie natuurlijk uiteraard meegenieten met mijn knutselwerk. Ja, komt allemaal wel goed. Ik moet het eerst vinden. Toch? Ja. Ik zou zeggen, tot later deze dag. Ja, lieve vrienden. Rebecca is net weer de deur uit. En we hebben lekker gebak gegeten. Ze was knettergek met haar cadeautjes. Dus helemaal in mijn zas. Ik heb de euren van Arwen weer heel gemaakt, want er was het een en het ander af. Zoals deze bloem. En aan die kant, die was eraf. Ik heb het muisje die ze kapot had gebeten, maar dat wil ik zo gewoon houden. Dat was haar laatste werk geweest.
Die hekken nou ook op vastgeplakt. Dus enkel dat riempje dus niet, dat hangt er gewoon zo omheen. Maar ik laat hem staan. Dan valt hij zo uit mijn handen. Ik moet het even wel willen. Zo. Ik laat hem als, zo even staan als voorbeeld, want ik heb ook hier ook. Die wordt voor Frodo. Ik heb hem er bewust niet goed op gedaan. Dan krijg je hem er ook beter af. Zo. Die ga ik dus doen. Ik heb dan heen natuurlijk uiteraard de letters allemaal nodig. Zowel de hoofdletters, zowel de kleine letters. Zowel de cijfers, maar nou onderin staan de kruisjes en de sterretjes. Heb ik natuurlijk ook nodig en daar ga ik straks mee eerst beginnen. Dan laat ik de camera niet aan, want ik heb artrose, dat is verpieter en dat kan kwaad worden en dat wil ik jullie niet aandoen, nee. Dat doet ook dan weer. Ik heb er ook al een, waar ik die nog gelaten? Zo zit ze mee te spelen. Ik heb hem al. Een pincet. Die is van mijn mannetje geweest. Waar hij hem voor gebruikte, Joost mag het weten. Maar in ieder geval, ik ga hem nou gebruiken. Ik heb ook uit weten te rekenen hoe oud Frodootje is geworden, onze Frodo. Daar wij hem hebben gekregen op 21-1-2008, hebben wij hem gekregen van een persoon die wil je niet kennen. Het is geen prettig persoon. Hij hing zowat Frodo op aan met zijn halsband, heel strak bij hem en dan zijn arm omhoog houdend. Dus het beest moest helemaal hangen. Nou, dat doe je een hond niet aan. Want als jij dat een hond aandoet, dan doe ik dat bij jou. Ik moet dat ook niet zien. En nou, wij zagen het. Dus dat wouden we niet. En toen heeft hij hem dus afgestaan aan mijn man. Toen waren we nog niet eens getrouwd. 21-1-2008. Wij zijn pas in september getrouwd van hetzelfde jaar. Maar hij had hem een week. Hij had hem weggehaald bij een vrouw die werd bang voor Frodo, omdat hij tegen haar opspringt en zij was zwanger. Ja, dan moet je dat afleren bij zo'n beestje. Ja, toch? En dan gebeurt hier van alles en nog wat. Maar in ieder geval ben ik gaan rekenen. Zij had hem een half jaar en ze had hem uit het nest. Dus dan ga je rekenen. En ze moeten hem dan ongeveer 6 tot 8 weken oud zijn voordat je ze mag hebben. Dus ga je rekenen. En dan kom ik op ongeveer plus minus 28 april uit. Dat ik geboren moet zijn. En dat zet ik gewoon op die uren. 28 april met een sterretje. En wat ik wel zeker weet, want daar heb ik de rekening van. Dat is dat hij is overleden op 5-11-2019. Dus hoe oud is ons Frodootje geworden? Niet 12 jaar, maar 13 jaar. Dus een jaar ouder geworden dan wat we meenden. Nou ja, we zaten er eigenlijk ook niet gek vanaf met gissen, hè. Maar ik ben dus nou echt bewust aan het rekenen geweest van ja, zo is het geval. Hij had hem precies een week op dat moment dat wij hem kregen. En hij had hem bij een vrouw vandaan, die had hem precies een half jaar. Nou, dan ga je weer rekenen. Nou, dan kom je daarop uit. En dan moet je weer rekenen van nou, 6 tot 8 weken moeten ze zijn voordat je ze bij de moeder weg mag halen. Ga je weer rekenen. Nou ja, en dan kom je zo'n beetje op 28 april uit. Ja, toch? Ja. Dus dat gaan we erop maken en ik hoop dat het allemaal lukt. Het zal toch wel of we niet zuiver recht worden.
Dat is bij armen ook niet, maar dan moet je allemaal uitmeten en lijntjes gaan trekken. Nou, daar heb ik geen zin in, nee. Maar oké, ik ga dadelijk mee aan de gang en als ik de lettertjes erop heb, laat ik het jullie zien. En dan laat ik jullie ook zien hoe ik het verder oppimp. Ja, dan moet het op de deksel komt wat. En misschien ook nog een paar steentjes daarom, dat weet ik nog niet. En ik heb dit ook nog gepakt, vlindertjes, want hij was gek voor vlindertjes. In de tuin was het die vlindertjes, ja. Dus dat vind ik wel leuk. Maar dat komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook verder doen. Ik heb nog wel een appje gekregen van iemand, maar die antwoord ik niet. Nee, geen zin in. Bekijk het maar even. Ik ken ook wel zonder. Ja hoor. Maar oké, ik zou zeggen, geniet en lach. En wees vrolijk, want het zonnetje schijnt. Ondanks dat het zo nu en dan bewolkt is. Moet kunnen. We leven in Nederland en dan moet je het maar delen met het weer die je krijgt. Ik zeg het tot straks. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer even en ik heb de tekst er al op. Tenminste, de datum en zijn naam en weer de datum. Ik laat het jullie eventjes zien. Ik hoop dat het te lezen is voor jullie. En ik vind het ook nog vrij recht zitten. En dan gaan we hem verder op pimpen. Maar daar heb ik mijn pistool voor nodig. Er moet nog in de stopcontact, et cetera. Dus ja, en Armentje die kent op de plek terug. Die heb ik niet meer nodig. Maar dat komt straks wel. Ik ga gelijk even schoonmaken. En ik ga eerst... deze op pimpen verder en dat laat ik jullie natuurlijk uiteraard eventjes ook weer zien. Ja, ik zal even ruimte voor jullie gaan maken, want dat is er nog niet. En dan zet ik jullie daar neer. Dus ik zou zeggen tot straks. Thank you.
vrienden, het is alweer reeds avond, lang al, want het is 20:47, dus net 8:45 geweest. En zo zie je die mensen nooit buiten. En zo zie je ze wel buiten. Maar hij heeft wat laten vallen, een diepvriezer. Ze hebben hem weer omhoog. Ze zijn hem nou aan het schoonpoetsen en doen. En ze zijn maar met z'n tweetjes. Ja, een huishouden van twee personen. Moeders met zo'n grote vriezer. Ik probeer mijn ene vriezer al leeg te krijgen. Want die wil ik niet meer gebruiken. Dus ja, het is gewoon, wat ben je aan het doen allemaal? En ik moet trouwens ook, als het een beetje mee zit, mijn ramen weer eens even schoonmaken. Want met Rijka de neusje er tegenaan. Ik denk dat jullie dat wel zo zien, hè? Maar ja, dat kun je toch blijven doen, hè? Met zo'n hopie-dopie. Slecht nou lekker in de mantel, lekker te slapen. En ik heb heel veel gedaan, al zeg ik het zelf. Ja, ik heb een plaatje gemaakt. Ik heb een film weer gerenderd. Karen die heeft mij even geholpen met iets wat zeer belangrijk was. En en drukken. Later op de dag was het rustig. Heb ik het even lekker kalm aangedaan en gewoon gedaan wat ik wou en niet van je moet. Lekker rustig aangedaan en geweldig gewoon even. Gewoon eventjes niks. Moeten, maar willen. Nou, en nu zit ik op Facebook en nog ben ik het plaatje wat ik vanmiddag heb gemaakt. Waar Karin mij, die heeft uitgezocht van welke zij allemaal mooi vond. En toen heb ik daar weer eentje uitgezocht van, nou, dan maak ik die. En die heb ik haar gelijk ook gegeven dat die klaar wordt. En dan ben ik de rest aan het geven. Dus ja, hartstikke leuk gewoon. Doe waar je jezelf zin in hebt. En ik heb een kaart geschreven voor Corrie. En ik heb een kaart geschreven voor Jan met een paar gedichtjes erin. Ik moet nog even een kaart schrijven, maar dan moet ik ook nog even wat voor verzinnen. En daar komt de postzegel op en dat verstuur ik gewoon als nog weer even een ondersteuning vanwege de corona. Ja, van volhouden. Ja, nog even en we kunnen weer en mogen weer bij elkaar komen. Maar ja, Jan die moet met de trein. En dat is voor Jan een beetje moeilijker natuurlijk, want die moet dan... Als die na 1 juni kon, dat monddoekje waarschijnlijk kon. En Corrie, die komt met eigen vervoer. Dus ja, dat is wat makkelijker. Daar hoef je geen doekje voor. Maar oké, ik ga lekker verder met de dingen waar ik mee bezig ben. En ik wens jullie allemaal natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet daarvan. Ik zit ook ondertussen televisie te kijken. En ze zeggen, voor later, welterusten, met mooie dromen, gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ze zeggen, tot dan, doei!